meneer De Hoop en dan meneer Vermengen. Ja, voorzitter, waar ik zelf een beetje moeite mee heb, is dat zelfs als die 20% gehaald wordt, dat dan een beeld wordt gezet alsof het een hele vooruitgang is. Maar dat is natuurlijk niet zo. Het LVB, het laatste geldige, zou op 400.000 tot 410.000 vluchten uitkomen. Zelfs als je 17 of 20% zou halen, of dat nou techniek is of aantallen, is het nog steeds veel meer dan wat Schiphol legaal zou mogen uitstoten. En ik zou eigenlijk aan de minister willen vragen wat er over is van het uitgangspunt dat de luchtvaart groei zou moeten verdienen. Want nu is er een rechtszaak geweest en nu biedt u alsnog meer ruimte. En de sector belooft straks dan stiller te vliegen en hoeft dan minder te krimpen. Het voelt een beetje als een soort pasregeling, maar dan voor de luchtvaart. En dat is toch echt niet wat ik zou willen. Dus ik zou de minister willen vragen, als we nu maatregelen hebben voor die 17% hinder en geen maatregelen voor die laatste 3%, waarom biedt u dan de sector de ruimte, de minister, om wel al, de minister, waarom biedt de minister dan de sector de ruimte om dan wel al die 3% vol te vliegen? Ik begrijp dat oprecht niet. Excellentie. Ja, ik heb net geschetst wat we doen, namelijk we gaan van gedogen naar krimp van Schiphol. We gaan van gedogen naar handhaven. Dat zijn allemaal enorme verbeteringen. En dan kun je wel zeggen, ja, ik vind allemaal niet genoeg. Wij willen veel meer krimp of we willen nog minder luchtvaart. We leven wel in een land met inmiddels 18 miljoen Nederlanders. Die willen ook allemaal vliegen. We hebben natuurlijk enorme economische belangen. We moeten met elkaar wel ons brood kunnen blijven verdienen. Dat zijn ook hele grote belangen. Dus ik vind toch het beeld wat hier geschetst wordt als je kan gewoon maar lekker meer krimpen. Ik vind dat echt toch heel schadelijk. We hebben een piekjaar gehad, 2019, qua overlast. Dat gaan we niet meer halen. We gaan de goede kant op. Ik ben de minister van verbetering, niet van verslechtering. Dat is toch in een vol land als Nederland toch een enorm goede boodschap. Dus ik snap de zure reacties van de heer De Hoop hier toch niet zo goed. Je kunt natuurlijk altijd meer willen, dat snap ik. En ik zal ook niet iedereen blij kunnen maken. Maar ik denk dat het een hele mooie prestatie is als we voor die 20% gaan. Dat is al moeilijk genoeg, zonder al te veel economische schade te doen aan onze mooie luchthaven. Dus laten we nu toch blij zijn dat we deze slag kunnen maken en zo'n enorme verbetering kunnen geven. Meneer De Hoop. Ja, voorzitter, kijk, de minister doet nu net alsof het om mij te doen is. Daar is het natuurlijk helemaal niet om te doen. Wat GroenLinks Partij van de Arbeid wil, daar gaat het helemaal niet om. Het gaat om een rechterlijke uitspraak waar deze minister aan moet voldoen. En hij biedt alsnog meer ruimte dan dat de vorige minister deed. Die 17%, ik denk dat het al niet genoeg is. En je biedt dan ook nog die extra 3% ruimte. Dus weet u, u mag mij zuur vinden. De minister mag mij zuur vinden, vind ik geen enkel probleem. Ik waarschuw de minister alleen. Ik denk, als de minister dit op deze manier doet, dat u uw eigen ongeluk aan het veroorzaken bent, zometeen met de rechter. Dus ik zou u toch echt aanraden om zo snel mogelijk te kijken hoe je die extra 3% kunt invullen. Want ik denk echt, weet je, met GroenLinks Partij van Arbeid, dat is niet het grootste probleem wat u dan heeft. Dan heeft u een probleem met de rechter. En ik denk echt dat u onderschat hoe ingewikkeld dat wordt. De minister. Ja, en dat bestrijd ik toch. Want de rechterlijke uitspraak is geweest dat we de rechtspositie moeten herstellen. En dat doe je door te stoppen met gedogen. En door een getal of een maatregelenpakket aan te kondigen die je kunt handhaven. Dat is wat de rechter heeft gezegd. De rechter heeft zich helemaal niet uitgelaten over aantallen of zo. Dus, en wat we hier gaan doen is een hele forse reductie van het aantal ernstig geluidgehinderden. Ondanks dat Nederland groeit. Nou, dat vind ik een hele mooie prestatie. En ik denk dat dit de toets van de rechter kan doorstaan. Allereerst, meneer Bermenga, die was ook nog aan de beurt. Dank u wel, voorzitter. Ik werd getriggerd door wat de minister net zei.